Yo, wat up mensen, dames en heren, welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Factions op mijn eigen server. En we gaan er gewoon weer keihard tegenaan. Zoals ik zie, heb ik helemaal niks hier. Ik sta in Creative, midden in de span. Want, jongens, ik heb slecht nieuws. Ja, degene die eigenlijk, voor degene die het nu kijken, die wisten dat het niet eens doorgehad. Maar degene die natuurlijk wel kijken en hebben het al lang doorgehad. We hebben weer een nieuwe reset gehad, want er was een corrupted file in de server gekomen. En dat moesten we helemaal opnieuw. En dus ook, ik moest opnieuw, maar ik heb mijn basis een beetje aangepast naar de vorige episode. Dus mijn basis staat weer. En vanaf daar pak ik het gewoon weer op. En vandaag gaan we er gewoon tegenaan. En ik ga werken van voortaan in mijn episodes met boekjes. Ga ik zo meteen allemaal laten zien. Maar als allereerste, op deze server die je nu kunt doen is slash kit. Sorry. Ga je typen. Dat is de kit sorry van de mensen die dus inderdaad op de server gespeeld hebben. Maar gewoon al hun spullen kwijt zijn. Dan heb je dus inderdaad de sorry kit. Nou, dat is deze. Ik heb het aangetrokken. Nou, deze heb ik niet allemaal nodig. Want die heb ik allemaal. Dan mogen de mensen beneden hebben. Hartstikke mooi. Het is een kleine sorry kit. En je krijgt als het goed is bij de spawn, dan krijg je meteen 10.000 slash money. Ja, ik heb 20.000 dan. Hartstikke fijn. Krijg je 10.000 bij de spawn. En dan krijg je meteen geld. Kan je meteen je baas weer opbouwen. Voor degenen die nieuw zijn en nooit op de server gespeeld hebben, nou, jullie hebben hartstikke veel geluk. Degenen die heel veel geld kwijt zijn geraakt, ja, jullie hebben best wel ongeluk. Goed, ik ga naar mijn basis. Ik ga trouwens in game mode 0 meteen. Hoi iedereen. Maar we gaan naar mijn basis, game mode 0. En ja, we gaan even kijken hoe het er nu uitziet. Op het moment ziet het er nu zo uit. Ik ga het even laten zien. Ja, dit hartje heb ik gewoon voor de lol gemaakt. Weet niet waarom. En die kant ook. Vond ik hartstikke leuk. Een beetje lampjes erbij. Hartstikke mooi allemaal. Super tof. En ja, ik vind het hartstikke dope. In ieder geval, ik weet ook van die, wat het eigenlijk was. Vorige keer vroeg ik in de episode van, wat is dit? Wat zijn die rare particles? Dat zijn dus van die boss spawners. Dat is van de store, dat je weet waar de store is. Store.heropvp.nl om de server te steunen. Dat is dat gedoe. En ja, dat is eigenlijk wat die particles zijn. En ik had zo'n sugarcane farm gebouwd, zoals jullie weten. En die is, hier heb ik hem mooier gemaakt. Ik heb hem hier een beetje uitgebouwd, hoe hij er nu uit zou moeten zien. En dit is eigenlijk nu, ja, wat is geworden. Ik heb er een klein mooi huisje van gemaakt aan de binnenkant. En hartstikke tof. Ik heb best wel veel sugarcane. Wat de hel? Kom je nou aan die spullen? Wat? Waarom krijg ik het krijgen? Oké, dat is vaag. Nou, goed, ik ben fuck it. Ik zie het allemaal wel, weet je. Ik kan me niet zelf schelen. Goed. In ieder geval, ik ga even een sugarcane farmen. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren, want sugarcane kan ik verkopen voor money. Dan ben ik er laatst achter gekomen. Ik heb een beetje gesproken met gasten op de server. Want we hebben de prijzen aangepast. Omdat de prijzen niet helemaal klopt in de vorige server voor de reset. En die is nu tenminste gefixt. Dus wat we nu gaan doen, is eigenlijk heel simpel. Wat we nu gaan doen, wij gaan zorgen nu dat ik een andere soort farm ga maken. Geen sugarcane, want sugarcane is blijkbaar geen kut meer waard. Maar ik ga zo meteen een meloen farm bouwen. Een automatic melon farm. Nou, je ziet hier heb ik al een klein beetje ruimte gemaakt ervoor. Hier ga ik die melon farm bouwen. En dan ga ik kijken hoe, ja, eigenlijk hoe ik het allemaal ga doen. En ik ben niet de beste bouwer. Ik ga af en toe denken, als ik even stilval, dan ben ik even op YouTube even kijken naar het filmpje die ik gekeken heb, om te kijken hoe het werkte. Nou, als eerst ga ik het even verkopen. Nee, ik ga niet het meteen verkopen, want ik moet zo meteen toch naar de spawn. Maar ik ga kijken hoe die melon farm moet bouwen. En daarom heb ik ook mijn kopje koffie bij me, want ik moet me concentreren. En dat vind ik allemaal heel lastig. Oh, dat wordt toch heel wat als ik op een gegeven moment ook spawners moet gaan maken en shit. En oh man, ding om te gaan trainen. Dus ja, dit ga ik even in mijn chest stoppen. En ik heb hier een boek en quill. En in dat boek staat eigenlijk wat ik moet bouwen per dag. Dus ik ga even checken. Hoppakee, druk er even op. Dat is episode 2. Dat is episode 2 in mijn nieuwe seizoen, in mijn nieuwe server. En dan gaan we wat doen. Een automatische melon farm. Zie je hier staan? Boodschappenlijstje, wat moet ik halen? Iets van 20 hoppers, misschien wel meer zelfs. Melon seeds heb ik nodig. Redstone torches, chest, glowstone, sticky pistons, repeaters en dirt. Nou, als eerste de melon seeds. Dan ga ik even naartoe, ga ik scrollen. Of kan ik niet in het boek? Nee, ik kan alleen maar deleten. Dat is echt kut. Nou, als eerste ga ik even voor die melon seeds. Want, message Enver. Enver AB van een van de episodes in de oude server. Heb jij misschien wat melon seeds voor mijn broer? Heb jij misschien wat melon seeds voor me? Dan kan ik precies de melon seeds van hem krijgen. En dan kan ik daar spulletjes van krijgen. Dus dat is wel tof. Als ik dat kan krijgen van hem, dan hoef ik dat niet te kopen. Ik heb alles. AB, TP, INVV. Uit. Oh, wow, wow. Derp. TP, INVV. Ik derpte hem. Oké, mooi. Ai. Oh, joh. Hij geeft me kapot veel. Wow. Ik heb seeds nodig. Niet melons, maar seeds. Ik heb seeds nodig, broer. Hoe kun je in seeds komen? Hoe kom ik in seeds? Even kijken, want nu heb ik wel dit. Want ik moet seeds hebben. Als je in crafting table doet, worden ze seeds. Oh, ai. Chill loose. Thanks, ouwe. Nou, ga ik terug naar de terug. Thanks, broer. Ja, dat is wel chill dat mensen me gaan helpen. Omdat ik natuurlijk de owner van de server ben. Nou, dat is ook een helper toevallig. En ik wist dat hij ze voor me had. Dat is wel chill. Oh, kijk, dat wist ik niet eens.
chill. Dan heb ik allemaal seeds. Kapot veel seeds heb ik nu. En met die seeds ga ik nog niks doen. Ik stop ze eigenlijk in mijn chest, want ik heb ze nog niet nodig. En even kijken, boodschappenlijstje. Dus de melon seeds heb ik al. Redstone torches, chest heb ik. Kan ik zo maken. Mijn chest meteen al fixen dan. Dus mijn hout heb ik even nodig. Pak even de crafting table. En dit wist ik eerst nooit dat dit kon, hè. Dit wist ik eerst echt niet dat het kon. Dat het zo. Oh nee, ik heb te weinig voor een chest. Oh nee, niet. Ik ben kit member. Kan ik nog een keer doen. Bam. Extra kit member. Nou, dit shit kan ik eigenlijk verwijderen. Binnenkort ook even een lava pitje fixen. Maar met die chest, deze kit, want ik ben member natuurlijk, kan ik deze pakken, paf, en een tweede kist maken. Hartstikke simpel. Dus ook de kist heb ik gekocht. Twee kisten heb ik nodig. Glowstone moet ik hebben. Ja, ik kan helemaal naar de end gaan of ik kan het gewoon kopen. Ik denk het gewoon gaan kopen in het begin. 20 hoppers, melon seeds, dus hoppers, redstone torches, bla bla bla. Oké, dat ga ik even halen in de spawn. Dus ik ga naar de spawn. En dan ga ik eerst eens even kijken, slash fly ga ik doen. Want ik mag fly, want ik ben YouTube rank. Dat zou Tease Games bijvoorbeeld en dat soort dingen ook allemaal hebben op mijn server. David, wie dan ook. Oké, eens even kijken. We gaan eerst beginnen met de sugarcane te verkopen. Kijk, je gaat 24 voor 16. Dus het is inderdaad, je krijgt bijna niks. En voor meloen krijg je voor 10 stuks krijg je 40. Veel meer. En je krijgt maar één slice. Je krijgt al 6 stuks uit. Dus op zich heb ik nu 2 farms die wel lekker zijn. En eentje gaan we automatic maken. Sugarcane farm misschien later ook. Maar we beginnen even met de meloenen farm. En daar wil ik dus mijn toekomst mee verdienen. Alright. Meloen seeds heb ik nu ook al. Heb ik allemaal niet nodig. Dus dat is allemaal tof. Wat ging ik ook weer op zoek naar? We gingen op zoek naar 20 hoppers. Dus even kijken. All hoppers was er denk ik bij redstone shit. Even kijken. Geen ores. Hallo, just pro PvP. Hey, vind de 10 Easter eggs. Oh, Easter eggs. Cool. Ah, het is waar dingen verstopt. Hey, ik ga niks over hebben. Dat is Smiling's dingetje. De Smiling is altijd bezig met leuke dingen in de shop en zo. Dat vind ik altijd wel grappig. Smiling is hartstikke hard bezig. Dat is altijd wel tof van Smiley. Ik heb wel redstone. Of sowieso heb ik ook dit nodig. Even kijken. 10 redstone. Lightstone. Oké, ik pak er wel 2 hit. Ik kom wel 20. Hoi Rick. Hoi Ricky. En dan gaan we even kijken of ik dus het volgende kan doen. Dat heb ik nodig. Even kijken hoor. Ik heb nu al de glowstone gekocht. Dus ik heb nodig redstone torches, melon seeds en hop heb ik ook al. Hoppers en redstone torches. Gaan we hoppers zoeken. Ik denk dat bij redstone allemaal staat. Dus ik ga even zoeken naar redstone. Dat volgens mij zijn de volgende eilandjes. Laatste plat. We zijn bezig ook met een andere shop. Dat kan ik jullie helaas niet laten zien. Maar alles wordt allemaal veel beter. We zijn echt hartstikke goed bezig. We hebben echt veel. Oh wow, het is wel fucking duur hoppers houden. Ik heb er echt kapot veel nodig. Ja, het is een investering, hè. Het is een investering. Dus we gaan even kijken hoe ver ik ga komen. Slash money. Oeh, ik heb nog 11.000. Oh, joh. 15. Ik haal er wel voor 15. En dan zoek ik daarna maar uit hoeveel ik daarvoor ga kunnen halen. Maar ik begin nu met 15. Ik heb een paar repeaters nodig. Is ook wel duur. Jongens. Ik haal 4-5 net van stoortjes. En ik haal... hoeveel money heb ik nog? Hopelijk heb ik wel genoeg voor vandaag. 7.000. Ik haal 10 rest van torches. Of repeaters. Oh jeetje. Mijn geld op 20.000 gaat gewoon op. Ja, volgende keer moet ik gewoon zelf gaan zoeken allemaal. Maar het is een investering, hè. Sticky piston repeats heb ik nu al. Dirt heb ik nodig. Sticky pistons. Sticky piston die is hier. Is het sticky? Piston stick? Ja. Even kijken. Heb ik er ook 1, 2, 3, 4, 5 van nodig. 5 van nodig. En ook dirt. Nou, dirt is volgens mij fucking cheap. Dus we gaan even kijken. Materialen shop. Misschien zit dirt daar wat tussen. Volgens mij niet. Ik denk dat dirt gewoon bij... Nee, ook niet bij ores. Waar zou dat zijn? Clay shop, wood shop, stone shop. Misschien bij stone shop, weet je wel. Ja hoor, daar hebben we hem. Even kijken. 16 dirt blokken. Oké, ik koop gewoon een stack. Stack dirt. Alright, hoeveel money heb ik nog? 5.000. Ik heb gewoon fucking 15.000 uitgegeven vandaag. Als je kid, sorry, kan je dit niet meer kopen. Maar... wat we gaan doen, we gaan naar mijn home en dan gaan we aan beginnen. Ik weet het allemaal. Dit wordt voor mij wat, hè. Ik ga even dat filmpje erbij pakken aan de zijkant. Dus even kijken. Dat ik, oh fuck, dak. Heb ik hem nou weggedrukt? Ja, ik heb hem weggedrukt. Oh, daar gaat het. Ah, nee, daar heb je hem al. Oké, ik moet even kijken weer het voorbeeldje hoe je eruit zag weer. Dan weet ik het weer. Oh ja, ik weet hem alweer. Oké, we gaan beginnen. Is als volgt. We gaan hem even kijken. Waar ga ik hem zetten? Ik denk dat ik hier mijn spullen wil krijgen. Dus we beginnen met eigenlijk helemaal geen 2 chests nodig. 1 chest is gewoon voldoende. Dus ik zet 1 chest weer terug hierin. Hoppakee, dat is het enige wat ik even nodig heb. 1 chest heb ik even nodig. Helemaal top. Die zet ik dus zeg maar... aan het beginnen. Zet ik... ja, ik vind het echt hartstikke moeilijk, jongen. Nu al, gewoon. Daar neer. Fuck it, daar neer. Daar moet 1 hopper achter zien te komen. Volgens mij. Oh my god, ik weet het allemaal niet meer, jongen.
en twee dirt. Laat maar beginnen met twee dirt hier, zeg maar. En dan zetten we hier een hopper neer. En die gaat... Eerst even kijken. Die gaat zo. Oh my god, ik moet met de pickaxe hem even slopen. Hopelijk krijg ik gewoon mijn hopper terug, ja toch? Ja, gelukkig krijg ik wel mijn hopper terug. Want die moet wel in de chest, dat is belangrijk. Dat ze in elkaar gaan, dat ze dus wel naar elkaar doorsturen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Dat ze alles naar elkaar doorsturen. Dat is echt, als dat niet gebeurt, dan werkt het hele gedoe niet. Oké, dit is dus één stapje van wat ik moet doen. Dan. Dan het volgende eigenlijk. Dan moet je hier. Oh kut, ik heb geen random blokken. Nou ja, weet je wat? Ik gebruik dit wel als random blok. Het is geen probleem. Eens even kijken. Jongen, het is allemaal voor mij heel moeilijk allemaal dit. Oh, ik moet ook een hoop maken zo meteen. Nou goed, laten we eerst beginnen met hier dan een redstone repeater op te gooien. Dat is de bedoeling. Het mooie is, als je hier iets ingooit, dus je gooit hem erin, komt hij alsnog uit in de chest. Dat zie je. Nou, dat is hartstikke fijn. Dus dat is hartstikke goed. Aan de andere kant, precies aan de andere kant, zitten we ook een redstone repeater. Maar let op, die moet je altijd even op de grootste hoeveelheid zetten. Anders klopt die zometeen niet bij de bouw. Nou, dan gaan deze twee omhoog. En dan zet je hier een redstone torch op. Dan zit daar nog één dingetje op. Dus één... Oh, ik heb meer torch nodig, zie ik al. Eén blokje op, daar nog een torch en daar komt de sticky piston daar bovenop. En die wijst naar beneden. Dat is belangrijk. Hij wijst naar beneden, de sticky piston. Heb ik glas? Heb ik geen glas meer? Nee, ik heb geen glas meer. Verdomme, moet ik zo ook even kopen. Dus ik moet zo ook even wat glas kopen. Want dat is altijd mooier om het te hebben. Dus dan ga ik het ook zo even fixen natuurlijk. Jongen. Ik ben helemaal niet voorbereid op deze episode. Daardoor ga ik al wat YouTube's al wat shit inspannen. Maar ik heb gezegd, dat ga ik voor jullie niet doen. Ik vind het inspannen niet tof. Af en toe een beetje world editor zoals de hartjes natuurlijk. Vind ik hartstikke leuk om erin te maken. Maar we gaan niet valse shit zetten. Dus even kijken, ik heb ook die melon seeds weer nodig. Waar zitten die? Daar zijn ze. Melon seeds heb ik nodig. En die kan ik hierop plaatsen. Waar is de 2? 2, 2, 2, 2. Daar staat die. Hop. Zetten we eerst die erop. En dan zetten we die erop. En dan zitten we hier heel blij, zijn we hier heel erg blij mee. Nou, dan gaan we hoppertjes zetten. Nog meer hoppertjes. Oeh, ik heb echt veel te weinig hoppers gekocht, denk ik eigenlijk. Ja, ik denk dat ik maar op eentje ga houden in het begin. Want ik heb gewoon veel te weinig shit eigenlijk bij me. Dat is een beetje fucked up. Ja, goed. Dan zetten we hier een extra blok weer neer. En daar gaat de rest van torch op moeten komen. Dus op die manier. Hoppakee. Rest van torch bovenop. Zo, op die fiets. Ja, ik ga even het voorbeeld geven. Dus ik ga nog heel even in game mode 1. Om te laten zien hoe die werkt. Volgens mij is hij nu af. Ik weet het niet zeker. Stel je voor, je hebt een melon, hè. Dus er groeit zometeen een melon uit. Het boek kan ik nu weggooien. Er komt één melon eruit. Wat gebeurt er dan? Dan duwt hij deze naar beneden. En hij gaat alleen niet meer omhoog. Oh, omdat het een sticky piston is. Kijk, stel je voor, je hebt hier een glas eigenlijk. Ik ga het goede voorbeeld geven. Het wordt dus uiteindelijk glas. Je hebt glas hier, dan gaan de hoop weg. Je hebt glas hieronder en dan komt hier een melon. Dus je gaat erop, hij squasht hem en hij gaat terug. En wat gebeurt er? De melons komen netjes hierin. Dat is één van deze dingetjes. Hoppakee, stel die meloen is uitgegroeid. Hoppakee, hij squasht hem en hij gaat gewoon weer verder. Hartstikke tof. Want zorg dat die meloen blijft groeien, moet je natuurlijk licht erop hebben. Dan zet je hier gewoon een glowstone op en dan blijft hij netjes groeien. Dus dat is de bedoeling eigenlijk. En zo gaan we hem ook kunnen verlengen. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, weet je wat? Ik ben nu toch in creative, YOLO. Nee, ik mag niet in creative. Dat heb ik gezegd, dat mag ik niet doen, dus ga ik niet doen ook. Nou, heb ik hier twee van die nieuwe... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weet je, zet lekker tot het einde neer. Nou, mijn god, ik ga weer terug... Ik ga weer terug spawnen, jongens. Sorry. Game mode 1. Potverdikkie. Hoppakee, game mode 1. Pak ik even weer die stone hoe die ik had. Dan ben ik weer net zo... Dan ben ik weer eerlijk terug. Game mode 0 weer. Zo, dat zijn jullie allemaal eerlijk weer terug. Ik was even voor het voorbeeld, weten jullie nog? Ja, dat weten jullie allemaal nog. Dat je hier twee meloenstaartjes op. Tok, tok. Dus hier twee ruimte voor twee meloenetjes. En dan kom je hier weer meloenstaartjes. Even kijken. Meloenstaartjes. En dan kom je hier nog twee meloen... Even komt hier weer een meloenetje. Meloentje. Even kijken, waar is die meloen? Nou, komt ze vanzelf wel. Wat je gaat doen, dan pak je die hoppers. Dan gaan we eerst even kijken hoe ver ik gekomen. Want ik heb natuurlijk niet te veel hoppers. Dus ik ben niet zo rijk. Ik had maar 20.000. Dus ik ga denk ik met dit beginnen. Met maar twee. Want anders haal ik het gewoon niet. Zo simpel is het. Dus doe het even zo. Hartstikke mooi. Die hoppers staan er goed bij. En wat we gaan doen dan. Want hier. Dit klopt niet helemaal. Dus even checken. Hoe gaan we dat doen met die piston? Want eigenlijk hoort hier dan gewoon één meloen te komen. Want anders groeit die niet natuurlijk. Dus dit is heel stom. Hier moet gewoon een meloen komen. Dus we gaan deze terughalen. En dan zetten we hier gewoon die meloen op. Dan gaan we hier boven bouwen. Dus we pakken weer die repeaters erbij. Even kijken, die repeaters en de redstone heb ik nog nodig. Door die heb ik niet meer nodig. Weer een repeater, hier aan één kant, hier de andere kant. Shiften, 1, 2, 3 natuurlijk weer. Maak hem hier weer 2 hoog. Dus even kijken hoor. Oh, ik maak hem nu de andere kant op, dat is niet slim. Nou, hij moet dus andersom. Sorry, ja, ik ben niet zo goed te bouwen, dat heb ik al gezegd.
1, 2, 3. Kijk, zo moet hij dus. En dan gaat hij er 1, 2 hoog. Redstone torch. Eentje erop. Redstone torch. Ah, fuck. Ik mis dus een torch. Dus ik ga even snel naar spawn. Ik moet even naar spawn. Dan ga ik even... Ik het fly nog aanstaan, hè. Slash fly dan. Hoppakee. Dan moet ik een redstone shop. Ja, het is allemaal heel moeilijk voor mij allemaal, dit jongen. Ongelooflijk. Eens even kijken. Redstone shop. Ik ging ook honger te krijgen. Maar gelukkig heb ik een steak van mijn kit. Dus dat is hartstikke fijn. En dan koop ik gewoon 2 torches weer. Hop, hop. En dan ga ik weer naar home. En dan gaan we weer verder met het bouwen. Kijk, hier, de sugarcane's groeien lekker. Nou, dan gaan we weer verder met deze afmaken. Even kijken. Waar is de redstone torch? Die is dus hier. Oh, ik heb nog steeds die ene. Ja, YOLO. Nou, dan zetten we 1 redstone. Volgens mij was het weer op een paaltje, hè? Volgens mij was die op een paaltje. Anders klopte die niet. 1 paaltje erbij. Hupsakee. En dan zetten we die sticky piston. Daar heb ik nog 4 van. Die heb ik er gelukkig veel van gekocht. Naar beneden wijzend. Een stukje glas ervoor. En als het goed is, klopt die nu. We gaan hem even testen weer. Dus ik ga weer even in game mode 1. Dat spijt me, jongens, dat ik die game mode 1 vandaag gebruikte een paar keer. Maar dat is meer voor het voorbeeld. Rob, pop, en squashed hem. Hij valt er netjes in. En als het goed is, komt hij uit in deze... Oh, de tweede piece waar erin gevallen net. Nou... Helemaal goed, hij klopt weer. Je ziet dat niks valt ernaast, alles valt er netjes in. En zo ga je dus eigenlijk een meloen farm kunnen starten. En dan gaat hij gewoon steeds verder gaat kunnen maken. En dan kan je er 2 naast elkaar maken, dat je er meer krijgt. En zo gaat deze farm eigenlijk in zijn werking. Hij is geheel simpel. Dat is een beetje lastig met hem te maken. Ik heb 1 filmpje ervan gekeken. Oh, ik ben natuurlijk de close dan. Oh, game mode 0 weer. Dan moet het weer op worden. Hup. Ja, er bovenop. En dat is hartstikke tof. In ieder geval, mensen, wat ik even wat heel belangrijk vind, is dat je dus inderdaad, zoals nu zit in de chat, mensen gaan me messagen. Ja, het is tegen de regels, dat mag niet. Het is gewoon vervelend. Je zit in mijn episodes en mensen me blijven messagen. Dan gaat gewoon alles vastlopen. Het is gewoon irritant, weet je. En stop met mijn messagen. Zo, even lekker pakje koffie. Stop met mijn messagen en stop met mij vragen te stellen de hele tijd over de server en shit. Ik kan het gewoon niet volhouden om het heel te doen voor iedereen. Maar inderdaad, in de volgende episode heb ik hier dus een mooi muurtje omheen gebouwd. En dan heb ik 2 van deze farms naast elkaar staan. Niet dieper, dat is niet eerlijk, want ik heb geen ruimte om dat te doen. En ja, dan gaan we misschien volgende keer verder gaan aan een automatic sugarcane farm of dat, wat dan ook. Jullie mogen het zeggen, want dan gaan we daarmee beginnen. En ik ga in de volgende episode ook een keertje, binnenkort ga ik op mijn tweede account, nou, beesten weten al hoe die heet. Mijn tweede account ga ik daarop gaan kijken of we daarop kan raiden. Want daarbij speel ik wel op de server gewoon serieus met een paar vrienden. De meeste zijn mods. En met die gasten gaan we ervoor zorgen dat we allemaal... even kijken. Kick. Castellization. Niet. Schelden. Pikkie. Met die mensen wil ik gewoon serieus gaan bouwen. Heb ik een vette base. Heb ik daarmee staan. Dus dat is wel tof allemaal. Dus daarmee zijn we toch een beetje... aan het raiden. Kan ik met jullie raiden. Want ja, ik ben nog lang niet klaar om te raiden met deze gear. Deze shit allemaal natuurlijk. En dat vinden jullie ook niet leuk. Want jullie willen graag raid zien. Alright, mensen. Dit was eigenlijk de episode van vandaag. Even kijken. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb mijn sugar en mijn automatic farm heb ik afgehad. Het duurde een beetje lang voor die meloenen groeien. Maar dat geeft allemaal niet. Misschien moet ik later met allemaal torch erbij. Dat die nog meer licht geeft. Dat het nog makkelijker gaat. Maar de volgende keer heb ik gewoon een iets betere farm. Ziet er iets mooier uit. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Dan wil ik bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. En als je deze farm ook tof vindt. Mensen, dankjewel voor het kijken. Laat nogmaals een blauw duimpje achter. Ik zie jullie graag in de volgende video. Peace.